Hi, Robin hier en welkom bij alweer de tweede aflevering van Turbo Dismount. Ik heb de vorige keer het gespeeld en toen had ik een beetje mijn twijfels erover. En ik ga eens kijken of ik vandaag die twijfels een beetje weg kan nemen. Ik ga er ook snel beginnen. Ik ga jullie ook niet langer laten wachten. Ik zeg het ook heel veel plezier met kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En als je het wel hebt gedaan, zet dan ook gelijk het belletje aan zodat je een bericht binnenkrijgt als ik een nieuwe video heb geüpload. En dan gaan we eens even beginnen met Scaramanga. Het is een soort van twister is het, met Glory to Astotska. Dat is van Papers, Please. Dan ga ik eens even kijken waar ik mee ga beginnen. Ik denk dat ik gewoon met deze ga beginnen en dan kijken wat eruit gaat komen. Nou, dat is toch niet echt heel veel. Nou, het is in ieder geval 733.000 punten. Het begin moeten zijn wat ik hiermee kan doen. Met de motor. Nou, dat is dus niet heel veel beter. Ja, kijk. Dit was de score waar ik een beetje naar op zoek was. 824.000 punten. Ja, het is een beetje... Zo. Dat was een flinke aanrijding. En dan, let's see that again. Heel langzaam. Eigenlijk wilde ik wat iets langzamer laten gaan kijken. Daar staat voor 95 km per uur. En dan ineens, de kleine autootje. En dan komt de grote vrachtwagen, komt er zo aan. Bam, hoppa, volle kracht erin. Ik ga lekker deze rijden. Ho. Zo. Dat was een flinke aanrijding. Ja. Eigenlijk was hij net te vroeg dat ik daar vol kon raken. En na ik vervolgens had ik dus hier ook had ik nog meer punten kunnen halen. Maar hé, hey, dit is toch netjes zo hè. Loop de loop. Nou, eens even kijken wat we hier van... Nee, dat moet ik met, denk ik met een shoppingcart doen. Een mall racer. En dan met het liefst een beetje extra snelheid. Turbopad. Ja, die ga ik daar ook doen. Zo, een dubbele turbopad. Ja, doe maar even reset. Dat ging niet helemaal goed. Echt een als je echt zo hard zou gaan in het leven met zo'n shoppingkart, dan zou je echt zien dood worden. Nou, dat was echt een beetje een anti-climax. Een full speed. Zo, dat was wel een lekkere... Ah, heerlijk. Lekker even alle botten breken die je in je lichaam hebt. Nou ja, of lekker is, denk ik niet, maar... Oh, dat... Wat grappig was dat het hier wel wat sneller ging.
En ineens pakte die nog meer snelheid op. En daar bleef ik gewoon vasthouden. En daar liet hij pas los de eerste keer dat hij ergens tegenaan vloog. Daar had ik gewoon echt de helft al gebroken. En dan vervolgens gewoon 2,4 seconden ook in de lucht. Dat is echt bizar. Dus kijk Zwart Jacob rijden. Hij drift zo hard. Maar dat is de verrassing. Hoeveel punten ga ik zo te hebben? Zo te zien. Wow, best veel. Kijk hem aan dan. Nou, daar ga ik niks meer aan veranderen. Sowieso niet. Run DMC. Ik denk dat dit de laatste gaat worden. Lekker het mijnenveld in. Dus ga ik met de Royal Highness ga ik dat doen. Nou, dat was een goed succes. Niet. Ah, deze komt denk ik beter uit. Ah. Border incident. Achievement unlocked. Ah, dat is netjes. Nou vraag ik me eigenlijk af, zou ik hier dan nog meer punten mee kunnen halen? Ik denk het haast wel, eigenlijk. Want ik had dus eigenlijk stiekem had ik gehoopt dat hij hier wat meer in de buurt zou komen. Dat hij dan nog meer wijn zou pakken. Dus ik denk haast dat het nog wel hoger kan. Zou dit hem worden? Dat was hem. Zo hoi. Dat was, die was goed raak. En nieuw highscore, dat is waar ik het voor deed. Ik ga denk ik voor nu eens hierbij laten. Met deze hele mooie botsing, eerder ongeluk die ik heb veroorzaakt. Ik moet er nog steeds even een beetje wennen aan het spelletje. Het begint toch wel leuk te worden. Maar je moet eigenlijk zelf het spelletje moet je leuk maken. Door allerlei obstakels te plaatsen en dat soort dingen. En dat had ik nog niet gedaan in het begin. En dat is ook waar het fout is gegaan. Dus ik hoop in ieder geval wel dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat een like achter. En vergeet niet te abonneren als je niet bent geabonneerd. En als je wel bent geabonneerd, vergeet niet op het belletje te drukken. Zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.